I would like to welcome you on behalf of Tibetan community, Tibet Sport Group, International Campaign for Tibet, and also our friends who have come here from far to be with us today. It's a very significant in the history of Tibetan people. Goed dat u hier bent. En u bent niet alleen. In heel veel steden in Europa en over de hele wereld komen mensen bijeen om meer dan een halve eeuw onderdrukking en een halve eeuw ballingschap te herdenken. So I came here to tell about that what's happening in Tibet. So that is something they don't have sort of a human rights or freedom of speech, religious freedom. And so we came here to stand behalf of Tibetans in Tibet. So. 160 jaar geleden dat die, zeg maar, dat de lama vluchtte. Most saddest day in Tibet. Yeah, that time lots of people die for freedom and for nation. Today we have a special group of people who in solidarity Tibetans and our supporters have joined the 24-hour hunger strike. Ik heb gisteren mijn eten overgeslagen en vanochtend ook. Maar ik vind het, ik doe eraan mee. Om te verzoeken aan de Tweede Kamer, om onze regering, Nederlandse regering, om alle mogelijke haar ter beschikking staande kanalen gebruiken, om Chinese leider te vragen. We hebben hier onmiddellijk de gewelddadige optreden tegen Tibetaan die stopzetten. We willen graag dat onmiddellijk vrijlating van alle politieke gevangenen in Tibet. En de last but not the least, die is buitengewoon belangrijk is om met de Dalai Lama de dialoog te hervatten. Dank u wel. Hartelijk dank. Dank u wel. De mensen in Tibet zijn niet vrij om die slachtoffers, die doden te gedenken. Onze gedachten zijn met hen. Na die hele lange tijd van stilte na de Olympische Spelen, dat we niks meer hebben gehoord in het nieuws over Tibet. En terwijl de situatie alleen maar is verslechterd en verslechterd. De afgelopen maanden is er een Strike Hard campaign door de Chinese regering begonnen in Tibet. Ik heb gisteravond een mail gestuurd naar de Chinese ambassade. En ik denk dat ik namelijk de Tibetanen wil vragen om vooral heel goed te begrijpen wat de Dalai Lama zegt. En dat zijn lijn in de bevrijding van Tibet de juiste lijn is. Met de Dalai Lama kun je tot zaken komen. Die wil vrede. Die wil culturele en mensenrechten voor de Tibetanen. Ook de politiek moet spreken. En daarom ben ik blij dat er in april in de Kamer vergaderd wordt over China. Your Excellency, Tibetans and their supporters in the Netherlands gather here today in front of your embassy to commemorate the 50th anniversary of the Tibetan National Uprising Day. Dat we de komende maanden ook gaan praten over de mensenrechten, het mensenrechtenbeleid van de Nederlandse regering, waarbij we China ook aan de orde kunnen stellen. We zullen de Chinese regering daarop blijven aanspreken, ongeacht welke druk ze ook proberen uit te oefenen. En alle pogingen die wij kunnen ondernemen om onze regering ertoe aan te zetten, de Chinese regering aan te sporen tot dialoog, die ondernemen wij. De Tibetaanse strijd is een vreedzame, de meest vreedzame van de naoorlogse wereldgeschiedenis. En die vreedzame strijd, die steun ik met u van harte. Ook namens de ChristenUnie wil ik mijn medeleven betuigen met al die slachtoffers die zijn gevallen in de onderdrukking van de Tibetanen in China. En we hopen ook als Kamercommissie naar China te gaan dit jaar, zodat we niet alleen maar het verhaal van u horen, maar ook het verhaal van de Chinezen. En ik hoop dat hoor en wederhoor zal worden toegepast door de Chinezen, zodat we ook uw lot onder hen aandacht kunnen brengen. En dat we ook later in juni de Dalai Lama hier in de Tweede Kamer kunnen ontvangen en zelf later naar China kunnen gaan om dat onderwerp, het lot van de Tibetanen, aan de orde te stellen. This year is a very special year, so please just watch out to what Tibet Sport Group, Tibetan Community and RCT are going to do this year. Oh, the truth comes, His Holiness the Dalai Lama says, the peace comes from the love and compassion, from the power of love and compassion.